Hey ondernemer, vandaag ga ik het met je hebben over iets wat jou serieus geld gaat opleveren. En ook nog eens volgens de regels van de Belastingdienst. Ik heb het over de zelfstandige aftrek. Ik ben de boekhoudjuf en ik ga je vertellen wat de zelfstandige aftrek is, hoe je ervoor in aanmerking komt en hoeveel geld het jou kan opleveren. In dure bewoording is de zelfstandige aftrek een aftrekpost op je belastbare inkomen. In gewoon Nederlands is het een vast bedrag wat je mag aftrekken van je winst voordat de Belastingdienst gaat berekenen hoeveel belasting je bent verschuldigd. Ofwel, de zelfstandige aftrek verlaagt je winst en daardoor betaal je minder belasting. Om in aanmerking te komen voor de zelfstandige aftrek moet je voldoen aan twee voorwaarden. 1. De Belastingdienst moet jou zien als ondernemer. En 2. Je moet voldoen aan het urencriterium. En dat betekent dat je per kalenderjaar minimaal 1225 uur aan je bedrijf besteedt. Wil je nou meer weten over het urencriterium? Bekijk dan de video die ik over dit onderwerp heb gemaakt. Oké, maar hoe zorg je er uiteindelijk voor dat de Belastingdienst weet dat jij in aanmerking komt voor de zelfstandige aftrek? Dat leg ik je uit. Als je je aangifte inkomstenbelasting gaat invullen, dan stelt de Belastingdienst jou een aantal vragen. Vul jij in dat je voldoet aan het urencriterium, dan wordt de zelfstandige aftrek automatisch toegevoegd. Zo wordt de winst waarover de belasting wordt berekend verlaagd en heb jij je belastingvoordeel in de pocket. Nu wil jij natuurlijk weten om hoeveel belastingvoordeel het gaat en dat ga ik je vertellen. Maar voordat ik het doe, abonneer je eerst even op ons kanaal. Check! En dan nu? Het belastingvoordeel. Stel, je hebt in 2023 een winst gemaakt van 40.000 euro. Over deze winst betaal je belasting tegen het tarief van 36,93%. En het bijbehorende bedrag is 14.772 euro. Dan ga ik nu de zelfstandige aftrek toepassen. Voor 2023 is dit bedrag 5.030 euro. En doordat ik die zelfstandige aftrek toepas, ga ik niet over 40.000 euro belasting betalen, maar over 34.970 euro. Bereken ik daar dit belastingpercentage over, dan kom ik op 12.914 euro. Dus in plaats van dat ik 14.772 euro belasting betaal, betaal ik nu 12.914 euro. En dat levert een netto belastingbesparing op van 1858 euro. Voordat je wegklikt, heb ik nog een aantal belangrijke punten voor je. 1. Heb je een keer een minder goed jaar gedraaid, waardoor je winst lager is dan het bedrag van de zelfstandige aftrek? In dat geval mag je het deel van de zelfstandige aftrek dat je niet hebt gebruikt in de komende 9 jaar verrekenen. 2. Heb je aan het begin van het jaar de AOW-leeftijd? Dan wordt het bedrag van de zelfstandige aftrek gehalveerd. 3. Het bedrag van de zelfstandige aftrek wordt de komende jaren verlaagd. Dat betekent dat je hierdoor minder belastingvoordeel hebt. De bedragen vind je terug op onze website. En de link vind je terug in de omschrijving. 4. Het belastingtarief dat wordt gebruikt om het belastingvoordeel voor de zelfstandige aftrek te berekenen bedraagt 36,93%. Ook als jouw winst voor een deel in het hoger tarief van 49,5% valt, wordt nog steeds het tarief van 36,93% gehanteerd. Samengevat,
Om in aanmerking te komen voor de zelfstandige aftrek, moet de Belastingdienst jou zien als ondernemer en moet je voldoen aan het urencriterium. Wil je meer video's zien over aftrekposten voor ondernemers? Abonneer je dan op ons kanaal. Voor nu bedank ik je voor het kijken en ik zie je graag weer bij de volgende video. Tot dan!